veel meer mensen, maar William en Kate, William of Windsor, de prins van Engeland, met Kate Middleton. Oké. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, waarschijnlijk gaat prins William ooit de koningin van Engeland opvolgen. Misschien komt eerst tussen de door zijn vader nog, Charles. Maar dat weten we niet zeker. Maar hij gaat waarschijnlijk ooit koning van Engeland worden. En niet alleen van Engeland, maar ook van Australië en Canada en een heleboel andere landen die allemaal bij het gemene best horen. Is William de troonopvolger? Ja, dat heb ik net eigenlijk al een beetje gezegd, hè. Die is nu nog niet de troonopvolger, want nu is dat Charles nog. En dat is een beetje raar, want Charles is al bijna 65. Mensen gaan normaal met pensioen rond die leeftijd. En hij is eigenlijk nog niet eens aan zijn baan begonnen. Hij zit al het langst te wachten tot hij koning kan worden van alle kroonprinsen en prinsessen in de wereld. Heeft nog nooit iemand zo lang moeten wachten. Weten ze precies wanneer ongeveer Charles dan koning wordt? Nee, want in Engeland is het meestal zo dat de koning of de koningin doodgaat voordat de nieuwe komt. Ze hebben daar niet zo'n traditie van koningen of koninginnen aftreden zoals wij dat hier hebben. En de koningin is nu 85, maar ze is nog heel erg fit. Dus ja, een beetje afwachten. Bent u zelf als in het Koninklijk Huis in Engeland geweest? Ik ben in Buckingham Palace geweest. Daar kun je niet altijd naar binnen. Ik ben maar in een klein stukje geweest. Want een klein stukje is een soort museumpje waar de koningin haar kunstwerken tentoonstelt. Daar kun je redelijk gemakkelijk binnenkomen. Eén keer per jaar wordt het paleis ook opengesteld voor het publiek. Maar dan moet je echt heel erg lang in de rij staan. En daar hadden wij nog niet zo voor over, want het regende ook. Wat weet u allemaal van Kate? Van Kate? Ja, niet zo heel veel. Maar ik heb de laatste tijd een beetje erover op zitten zoeken. Ze is eigenlijk een hele gewone jonge vrouw. Ze heeft ook gewone ouders. Haar moeder is bijvoorbeeld stewardess. Haar vader deed ook, geloof ik, is een piloot of zo. En die ouders die hebben heel veel geld verdiend met een bedrijfje dat ze zelf hebben opgericht. En daarom konden ze betalen om Kate naar een goede universiteit te sturen. En toen ze daar zat, leerde ze William kennen. In het begin moest ze niks van hem weten, vond ze mij niet zo leuk. Maar ja, later zijn ze verliefd geworden. Oké. Wat vindt u ervan dat ze gaat trouwen? Ja, ik vind het wel een mooi verhaal, toch? Zo'n prins en straks een prinses. Maar ik vind het ook wel een beetje, zo'n prinses, dat is nogal wat hoor, als je dat doet. Ik heb wel eens beelden gezien van de moeder van William, van Diana, die echt door hordes paparazzi, fotografen, werd achtervolgd. Die kon eigenlijk de neus niet meer naar buiten steken of er stonden 600 fotografen onderheen. En bij Kate gebeurt dat nu ook wel een beetje. Ik zou het niet doen, laat ik het zo zeggen. Ik zou niet met een prins willen trouwen. Bent u aanhanger van een monarchie? Van een monarchie, ja. Denk ik. Eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk Koninklijk Huis, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar zo bij zo'n speciale gelegenheid vind ik het wel leuk. En toen ik ongeveer zo oud was als jullie trouwde, de vader en de moeder van William, Charles en Diana. En dat was op een zaterdag, dus toen waren wij allemaal vrij. En toen heb ik wel voor de televisie gezeten, want dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Wat gaat hij doen op Koninginnedag? Morgen? Ja. Oeh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Bij mij vlak om de hoek is een groot feest, dus ik denk dat ik daar eens ga kijken. Maxima ging huilen toen ze ging trouwen. Moest u toen ook huilen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dan wel een beetje een brok in mijn keel krijg en ik weet niet waarom. En ik zag het van de week weer op tv en ik kreeg weer een beetje een brok in mijn keel, terwijl ik het eigenlijk een beetje onzin vind. Van welke landen is Elisabeth allemaal de koningin? Oh jee, en dan moet ik die uit mijn hoofd op gaan zeggen, dat weet ik niet. In ieder geval van Groot-Brittannië, dus Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland. Niet Ierland, het onderste stukje. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, ja, en dan nog een aantal landen in Afrika. Maar ik weet het eigenlijk niet echt heel erg goed. Het zijn er heel veel. Bedankt mevrouw de Kopper voor het interview.